Voorzitter, laat er geen twijfel over bestaan. De Groenen maken zich zorgen over de wetswijzigingen die zijn doorgevoerd door de Poolse regering over de antidemocratische tendensen. Maar ik wil hier in het bijzijn van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken het ook hebben over omgangsvormen met onze buren. Over het organiseren van dat wederzijds vertrouwen waar commissaris Timmermans het over had. Zo is daar Nord Stream, de gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland en Nederland. Polen wordt daarin genegeerd en de vrees van Polen voor Rusland wordt opzij geschoven. Dat is onverstandige politiek, meneer Koenders. En zo was er het Polen-meldpunt van Geert Wilders. Daar is in dit parlement stevig over gedebatteerd. Premier Rutte, Nederlandse premier, wilde zich niet distantiëren van dat meldpunt. De premier is uitgenodigd om dat hier in dit parlement te komen toelichten. Hij heeft dat geweigerd. Dat werd door Centraal- en Oost-Europese landen niet geapprecieerd. Zij voelden zich geschoffeerd omdat de Nederlandse regering stilbleef. Dat leidt niet tot vertrouwen, minister. Voorzitter, we moeten elkaar in Europa de maat nemen, de les lezen. Maar alleen maar, en juist dan zijn we succesvol, als we bereid zijn elkaars gevoelens te onderkennen en daarna te handelen. Dank u. Vielen Dank.